We kwamen bij Ron Plomp. Nou, dat klinkt als een plek. Ja. Door wie ben jij genaaid? Ron Plomp. Tuurlijk. En ik moet een maat mee, want ik ben dus de allerslechtste afdinger. Ik heb ooit met mijn beste vriend moesten wij een bank kopen, want wij woonden toen nog samen. En toen hebben we bij een bank van 2000 euro één kussentje gratis weten af te dingen. En dat kussentje paste niet eens bij de bank. Gewoon andere stof. Ik met die maat, die moest ook een auto hebben. En wat hadden wij bedacht? Oké, we moeten eruit zien alsof we geen geld hebben. Snap je dat afdingen? Dat we, ja. Ik had een trainingspak aan, afgerachte sneakers, helemaal. Wij kregen een gozer, die was goed. Die zat, hoe heette die nou? Ronald. Ronald zat al 30 jaar in het vak. Die lulde ons er volledig uit. Op een gegeven moment, hij laat een auto zien. Ik zeg, maar die is echt te groot om te inparkeren in Amsterdam. Ja, maar hoe vaker je hem parkeert, hoe kleiner die wordt. Dat is wel waar. Jezus. Dit gaat, we zijn zo de lul nu. Ja. Nou, Ronald ook een overhemd aan zonder mouwtjes en een strookdas. Ja. Een Spencer, of ik weet niet hoe dat heet, zo'n vestje. Ja, Spencer. Ja, een vestje. Ik wil graag terug naar, je hebt nog geen auto dus. Nee, het is nog niet, maar probeer hem ook dingen aan te smeren. Parkeersensoren, van ja, dan gaat het piepen als je... Ja, dat moet je echt hebben. Nee, mensen gaan toch wel gillen als... Nee. Het is fijn, hè? Ja, het is echt dat fijn. Niet dat ik het heb, maar ik heb het wel. Ik keek even naar... Wel eens trouwens, nee, het is nog niet gelukt. Huisdieren en die behandelen we te menselijk. Wat ja, nou en? Nou, whatever. Ja, maar dan ga je toch lekker naar het Malieveld als je dan een probleem mee hebt van hem. Heb jij huisdieren? Nee, ik heb geen huisdieren. Nou, ik heb wel... Nee, ik heb geen huisdieren. Maar wel? Maar, ja, ik twijfel of ik dit verhaal ga vertellen. Maar ik ga het toch gewoon doen. Wel maar. Ik was in mijn appartement in België. Okay. En ik was er alleen. Het was 's avonds laat. En ik was alleen. En ik kon niet slapen. En dan doe je wel eens wat. Hè? Dus... Hoe dit nu bij dieren terecht gaat komen, nee. Ik maak... Wacht. Heb je geile lingerie aangetrokken? Oh, 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 oh. Hij heet meneer Aziz. Nee. Meneer Aziz kan wel op Grindr. Dat kan wel. Ik was aan het auditeren voor beste rukkers van Nederland. En Ik zie daar. Rustig, Peter. Okay. Ik zou je de volgende keer bellen als ik het dan doe. Nee. Ik was dat aan het doen. En ik hoor iets. En ik doe het licht aan. En er zit op het nachtkaarsje naast mij, dus echt op deze afstand, een muis. Oh. En die kijkt naar mij. Maar het gaat over het vermenselijke van dieren. En die muis en ik hadden oogcontact. En er waren dingen gaande. Maar die muis was totaal niet onder de indruk. Maar echt niet. Die zat naar mij te kijken van ja. Maar het werd ongemakkelijk tussen mij en de muis. En ik sprak de zin in, ga eens weg. Sprak ik uit, die zin, ga eens weg. Maar die muis, die ging niet weg. Die bleef daar zitten en die bleef naar me kijken. Maar echt met zo'n blik van, ja, maar ik zie dit dagelijks. Dus als jij mij nu gewoon even mijn chocola laat opeten hier... dan kan jij weer doen waar jij mee bezig bent. Maar het was echt alsof ik met een irritant mens te maken had. Ja, hoe liep het af? Ik heb de muis gepakt en ik heb hem weggejaagd. Je hebt niet van het nachtkastje gesproken. Nee. Dan maak jij er weer iets smerigs van. Jij maakt er nu weer iets smerigs van. Want dit is allemaal... Nee, dit was een heel mooi verhaal. Nee, heel poëtisch. Heel mooi. Peter, dit is de natuur. Ja. Dit is de natuur. Vond je dit nou een leuk filmpje? Abonneer je dan op het kanaal of like het hier beneden. Ja, en dan zie je meer. Jij zegt hier like hier, maar je bent heel klein. Dus dan, je wijst nu in het, je wijst nu in het midden van het filmpje. Ja. Hier, like hier. Hierom. Hier like. En hier, abonneer. Is er ook enige reden waarom ik hier sta? Nee, niet. Jezus.